zout gaan lossen. Wat we vorige week hebben geladen in Harlingen. Dus ik ga je deze week weer gezellig meenemen in onze vaarroute. Wat we gaan doen en waar we lossen en waar we laden. Dus alvast veel kijkplezier. Ik vind het echt super, super leuk dat jullie allemaal naar me volgens kijken. En dat ik steeds meer en steeds vaker complimentjes erover krijg. En dat er steeds meer mensen naar me toe komen van... Ik kijk je vlog en ik vind het hartstikke leuk. Dus super tof voor jullie allemaal. We gaan nu, zijn we vertrokken van Schravendeel naar Kwartmechelen. Dus ik ga zo even naar boven en dan ga ik een paar vaarbeelden aan jullie laten zien. En daar komen we vandaag aan in Kwartmechelen. Waar we dus morgen 1600 ton zout gaan lossen. Het is inmiddels, half vijf en ik ga eventjes beneden de boel stofzuigen en in de keuken dweilen. We zijn vanavond rond 8 uur in Kwartmechelen waar we moeten lossen. Klaas geeft nu even een beetje gas bij omdat hij sluis uitvaart. Dus vandaar dat je dat hoort. Ik was van plan om te gaan stofzuigen en te gaan dweilen. Spelen door het hoge gras. Dus dan gaat hij ook wel lekker stinken. Dus ik hoop dat jullie mij überhaupt nu wel gaan verstaan. We varen nu de sluis Kwartmechelen in. En na de sluis gaan we vastmaken. Daar moeten we lossen. En dan ga ik je eventjes laten zien hoe en wat. Dus kijk mee.
En zoals je in de vorige beeld hebt gezien, zijn we al bezig met lossen. Laatst had ik de camera eventjes boven aangezet voor jullie. Dus ja, ik ben net wakker. Het is 8 uur en ik ga zo eventjes ontbijten. En dan gaan we beginnen aan de boekhouding. We kunnen eindelijk weer een korte broek aan. En nog wel mijn nieuwe korte broek. Want ik ben vandaag 6 kilo afgevallen. En mijn broeken werden allemaal een beetje te groot. Zakte allemaal van mijn kont af. En nu pas ik dus gewoon mijn nieuwe spijkerbroek, een nieuw maatje. Dus daar ben ik super, super blij mee. Ik heb even mijn haar in een knotje gedaan. Dat zie je niet echt vaak. Want ik vind het niet echt dat het leuk staat of iets. Maar dat heb ik even gedaan omdat we nu zout aan het lossen zijn. En dat zout in je haar, dat is niet echt fantastisch. Plus, we gaan de boekhouding doen. Dan is het gewoon uit mijn gezicht. En dan als we daarmee klaar zijn, dan zal ik mijn haar eventjes netjes weer doen. En als we dan ook weer leeg zijn natuurlijk. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's... Inmiddels zijn we leeg. We zijn nu aan het varen naar onze laadbestemming. Dat is hier 3 sluisjes verderop en daar gaan we dus morgen laden. Daar gaan we ketels laden, wat ik al eerder heb aangegeven. Ook vind ik het eventjes leuk om in de vlog te vermelden dat wij op zoek zijn naar nieuw personeel. We zijn op zoek naar matrozen, het liefst Nederlands personeel. En ja, wil je daar gewoon meer informatie over, dan moet je even naar het e-mailadres wat hier beneden staat in de beschrijving een mailtje sturen. Wij zoeken iemand tussen de 16 en 18 jaar die matroos is in zijn dienstboekje. Dus ja, vind je het leuk om bij ons te werken, dan zal ik zeker eventjes hier beneden mijn e-mailadres een e-mailtje sturen naar mijn e-mailadres. Zo kom ik heel moeilijk aan mijn woorden. Inmiddels heb ik ook eventjes mijn haar gedaan, want morgenochtend om 9 gaan we als eerste gaan we laden. Ik bedoel, als tweede gaan we laden. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om voor jullie ook te vloggen. Dus dacht ik, dan doe ik nu alvast even mijn haar een beetje stijlen. Dan hoef ik het morgen alleen de borstel mee te doen en dan zijn we klaar. En meer tijd heb ik dan om te vloggen. Dus dat voor nu. De matroos is buiten bezig in het ruim aan het schoonspuiten. Zo'n klein stukje straks even laten zien. En ik zal ook onze laadplek laten zien. En als de ketels er staan, dan zal ik ze ook eventjes laten zien. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 12 juli. Wij gaan zo meteen laden. Wij gaan ketels laden. Ik zal ze zo meteen eventjes laten zien aan jullie. En ik neem je natuurlijk ook weer mee met het laden van de ketels. Ik ga zo goed mogelijk proberen te filmen, dat je echt alles ziet. Wij gaan 2 hele grote ketels laden voor naar Terneuzen. Dus ik neem je vandaag gezellig mee met het laden en met het varen. Ik zal nu eventjes de ketels laten zien die op de wal liggen. De achterbuurman die is nu bezig met het laden. Die heeft er nu eentje in zitten, dus die moet er nog eentje en dan zijn wij aan de beurt. Dus ik zal je eventjes snel laten zien hoe de ketels eruit zien. Dit is dus een ketel die bij ons in het ruim gaat. En er zit een hele grote punt aan de voorkant. Ik zal eventjes een andere laten zien. Kijk, zo. Zo'n punt, zeg maar, zit er dus ook in die andere. Dus dat gaan we zo meteen laden.